Hallo allemaal, welkom terug en goedemorgen. Mijn naam is Fidi Jood en ik ben een diehard fan, een echte fanboy van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema, de allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Deze mevrouw weet niet hoe ze er slecht moet uitzien. Dat hebben ze haar nooit geleerd. Moet je nou kijken. Ik vind dit zo'n leuke foto. Hier zit ze tijdens een raadsvergadering in de Stopera en ze zitten zo'n beetje bij. Waar zijn we mee bezig, mensen? Hier zie je hem beter. Hier. Wat voor waanzin is dit? Wij weten het ook niet, mevrouw de burgemeester. Als je burgemeester Halsema vergelijkt met onze voorgaande burgemeesters, dan wordt het alleen maar erger eigenlijk. Want hier in Amsterdam hebben wij, generaties lang. Alleen maar verwisselbare, grijze mannen in hetzelfde grijze pak gehad. En een van de meest dappere dingen die als je gaat kijken naar haar beleid en haar voorkeuren, dan wordt het nog erger. Burgemeester Halsema heeft als een van de eerste, volgens mij als de eerste politicus, aan de kaak gesteld, of politica moet ik zeggen, aan de kaak gesteld van, de Wallen, weet je, de Red Light District van Amsterdam. Lieve mensen, dat is toch niet meer van deze tijd? Dat is toch één vieze, gore bende daar? Er is geen gewone Amsterdammer die daar dood gevonden wil worden. Het is afschuwelijk daar, het is zo smerig en zoveel overlast. Volgens de politie verrichten ze daar 9000 aanhoudingen per jaar. 9000! Dat is een krankzinnig getal, want het zijn maar, weet ik veel, 4-5 straatjes of zo. Dus burgemeester Halsema heeft gezegd, nou, ik wil dat ter discussie stellen. Ik wil gaan kijken of we de Wallen niet misschien gewoon dicht moeten gooien. Ja, daarmee verdwijnt prostitutie niet, natuurlijk. Maar je hebt het niet meer allemaal zo op één locatie en al die overlast. En wat doen we dan met al die toeristen? Weet ik veel, ga terug naar huis. Als je naar Amsterdam komt, alleen maar voor de Red Light District, dan hebben we jou niet nodig. Liever 10 anderen dan jij. Dus zij heeft dat op de agenda gezet. Nou, volgens mij ergens in 2018 of 2019... En er is wat discussie over en er wordt her en der wat onderzoek gedaan. Maar tot nu toe is er geheel naar Amsterdams model helemaal niets gebeurd. Maar daar vergisten ze in. We hebben namelijk een blijvende oplossing gevonden. Dit is het Parool. En het Parool blijkt ook artikelen te leveren in het Engels. En dat doen ze omdat er meer en meer en meer en meer niet-Nederlands sprekende mensen in Amsterdam wonen. En het Parool is zogenaamd echt een Amsterdamse krant. En meer mensen die naar Amsterdam komen zijn extreem vermogend. En die spreken Engels. Hele studies worden in het Engels gegeven. Zelfs studies als sociale wetenschappen. Dat heet geen sociale wetenschappen meer. Maar dat heet social. Wat een beetje vreemd is, want mensen die werken bij, weet ik niet, maatschappelijk werk. Jeugdzorg, het lijkt me stug dat die mensen heel veel Engels moeten praten. Want die komen niet over de vloer bij hele vermogende mensen. Maar goed, daar komt ie. Wallen will no longer be signposted as the Red Light District. Oh, God alle Jezus, nee. Ja, echt waar. Words Red Light District to be removed from city center signs. As the councillor says, the term has undesirable connotations. En dit artikel is van Ruben Koops. Dat is die meneer die. Misschien kunnen we een fotootje van Ruben vinden. Ruben Koops. Je moet natuurlijk nooit weten. Ik moet je kijken hoe die jongen eruit ziet. Ik weet het niet. Weet je, ik bedoel, niet kwaad bedoeld, maar hij ziet er een beetje uit als. Zou jij een date met hem willen? Nee, liever niet. Maar goed, dat is Ruben Koops. En dit artikel is vertaald door het Vertaalcollectief. Nou, daar gaan we. Hieronder de Wallen, nu tussen aanhalingstekens, hè, want zo heet het niet meer.
Tourism Councillor Victor Everhart of the City Council's Liberal Democratic D66 Group made the announcement during a debate 2 weeks ago. Heb ik helemaal gemist. He was responding to concerns expressed on social media by inner city dwellers like Walter Schonenberg, die ik ook niet ken, who sounded the alarm when they discovered that the city wanted to signpost the district in this way. The term red light district already appears on several signs in the city center, mainly in busy squares. Don't give undue prominence to prostitution. Okay. Several parties on the council believe that Amsterdam should not highlight an area famous for prostitution as a tourist destination. The Christian Democrat CDA group says Wallen or city center would be preferable to red light district. Okay. Everhart, who was attending his first council meeting, welkom Everhart, ik hoop dat je het leuk vond, was able to reassure members. He said the debate had arisen because the city was working on a new route description designed to steer the hordes of tourists, en dat is in dit geval niet beledigd, het zijn echt horden toeristen, through narrow city center streets more efficiently. Local people are being involved in drawing up the plans and have had a chance to examine some of the ideas. The councillor agreed with opposition parties that the term red light district sent out the wrong message. Oh, Jesus. I think it's a very unfortunate choice. It has undesirable connotations. And I think the outcome will be that we don't use, that we won't use these words. Oké, we gaan mee in deze waanzin. Let u op, mevrouw de burgemeester. Ik ben een bejaard echtpaar uit Canada. Nee, ik ben heel christelijk en heel keurig. En ik kom hier gewoon voor topenbollen. En het Anne Frank huis. Van Gogh Museum. En als ik het bordje Red Light District zie, dan denk ik, nou, daar ga ik beslist niet heen. Maar het bordje Red Light District halen we weg en we noemen het nu City Center. Dus dat bejaarde echtpaar in hun mooie grote witte gimpjes en hun roze trainingsjack. En die wandelen zo de wallen binnen en die schrikken zich dood. Jezus, waarom hebben ze niet gezegd dat dit de wallen was? Oh. Ik ben een... zakenman, vader en weet ik niet, mijn partner is, ik heb een nare echtscheiding achter de rug en ik zie mijn kinderen amper. Dus ik heb besloten om alle twee mijn kinderen mee te nemen naar Amsterdam en ik wil ze gewoon een keertje verwennen. Als ik de woorden Red Light District zou zien, ja, daar wandel ik niet naartoe met mijn kinderen natuurlijk, maar nu staat er geen Red Light District meer, nu staat er City Center, of no-go area, nee. Er staat nu City Center en ik denk, oh, daar kan ik vast leuke toeristische dingen voor mijn kinderen kopen. En ik wandel de Red Light District in met mijn kinderen en die schrikken zich dood. tegelijkertijd gaan we natuurlijk helemaal niets doen aan de prostitutie, de seksclubs en alle gore voedsel wat daar geserveerd wordt. Je kan daar gewoon nog steeds om 7:00 's morgens een English breakfast nemen met een halve liter bier. En terwijl jij daar dan binnen zit in zo'n half hol met alle ramen open, wordt de kots en ellende van de avond daarvoor weggespoten door de mannen van de vuilnisdienst. Dat houden we allemaal in stand. Het blijft gewoon hetzelfde gezeik. We gaan gewoon door met 9000 aanhoudingen per jaar. Het geweld, de gedwongen prostitutie die daar plaatsvindt, de vrouwenhandel, dat blijft allemaal intact. Maar we noemen het geen Red Light District meer. Want dat ligt heel gevoelig. Ik moet er een beetje van kotsen in mijn mond, mevrouw de burgemeester. Ik vond uw plan veel beter. Namelijk, gooi de tent dicht. Doe daar iets leuks of zo. En het zal altijd natuurlijk uitgaansgelegenheden blijven. Een hele hoop suikgelegenheden. En goedkope steakhouses. Een broodje dunner. En noem het maar op. En coffeeshops natuurlijk. En coffeeshop. Maar gooi de prostitutie er gewoon uit. Dat vond ik een goed idee. Maar dat gaan we dus niet doen. We houden alles zoals het is.
We noemen het alleen anders. Het is een beetje alsof je naar de huisarts gaat. En ze sturen je door naar het ziekenhuis. En jij komt in het ziekenhuis en daar doen ze een biopsie. Je hebt vreselijke last van je maag. En het ziekenhuis komt terug en ze zeggen, nou meneer Vidioot, de resultaten zijn binnen. Ja, en u heeft maagkanker. U heeft een hele ernstige maagtumor. Maar niks aan de hand. We noemen het gewoon buikgriep. Dan bent u zo weer beter. Wat een waanzin. Welke gek heeft dit verzonnen? Nou ja, weet ik niet. Inner City Dwellers, die flipte helemaal op een bordje waar Red Light District op stond. Die bordjes die moet je houden. Het overgrote gedeelte van de toeristen komt... ze komen hier om naar de kloten te gaan, dus... Maar de mensen die daar niet heen willen, de normale mensen, de leuke toeristen, die hier niet komen om alleen maar te suipen en gekke dingen te doen. Die mensen moet je waarschuwen van, ga daar niet heen. En op het moment dat je het city center noemt, gaan ze er straks wel heen. En dan krijg je klachten van allemaal mensen die zeggen, ja god, waarom heb je hier niet opgeschreven dat dit een heel gevaarlijke buurt is, et cetera. Dus ja, ik vind dit... het meest krankzinnige en allerdomste wat ik in tijden gelezen heb. Mevrouw de burgemeester, kunt u hierop reageren en gewoon de tent aan dichtgooien? Want we zijn er nu een jaar lang over aan het praten, vooral achter gesloten deuren. Gooi die tent dicht. Het is een shithole. Het is een absoluut shithole. Gooi die wallen dicht. En dan heb je geen red light district meer. En dan kun je het noemen zoals je maar wil. En voorlopig, als ik mijn inzending mag doen, dan zou ik het no-go area noemen. No-go area. En dat is ook zo. Het is namelijk zo druk daar op de wallen. Dat als jij daar een hartaanval krijgt. Dan ga je hartstikke dood. Want een ambulance kan daar niet komen. En als jij daar een vechtpartij krijgt. En iemand steekt je in je oog. Weet ik veel. Met een gebroken flesje bier. En dan kun je het vergeten gewoon. Politie kan daar helemaal niet door die mensenmassa heen. Dat kun je vergeten. Red Light District. Krijgt een leuke nieuwe naam. En daarmee lossen de problemen zich vanzelf op. Wat een absolute giller. Mevrouw Halsema, zou u hier iets aan willen doen? Want dit is waanzin. Dank u wel voor uw aandacht. Tot de volgende keer.